De documentaire De Burlenburg, ik was vrij draait om een tiental Wageningse studenten en de hoogbejaarde eigenaar van het jachtslot. Zo'n 4 jaar lang wordt het mannenhuis en het corporale studentenleven gevolgd door 2 documentairemakers. Op een doordeweekse septembermiddag kwam ik hier aanrijden op het moment dat mijn zoon hier net was komen wonen. Toen maakte ik kennis met de bewoners, met het huis. En toen dacht ik van, dit is zoiets bijzonders wat hier gebeurt, daar wil ik wel wat mee doen, daar wil ik wel een film over maken. Wat we van tevoren niet echt hadden kunnen voorzien, was dat Robert natuurlijk steeds brozer werd. En de jongens eigenlijk moesten gaan zoeken naar, ja, hoe gaan we hiermee om? Want je bent natuurlijk huurder, maar je wordt geleidelijk aan, word je mantelzorger. En het is eigenlijk in principe ook gewoon een huisgenoot. En dan is hij natuurlijk wat slechter te been dan de jongens hier. Dus dan halen wij zijn boodschappen en wij koken dan wel eens voor hem. En zo regelen we dat. En dat went heel snel. Ja, het is niet dat wij ons anders hebben gedragen dan normaal. De mensen in het algemeen die trekken zich terug. Hè? Die trekken zich terug en dan voelen ze zich eenzaam. Dan verlies je toch ontzettend veel. Dan moet je wat aan doen. De documentaire gaat donderdag in première in het Herenstraattheater in Wageningen. Komt dat zien.